Ik heb een bachelor gedaan, automatisatie, elektromechanica. Ik weet uit mijn studententijd dat de NMB's eigenlijk een no-go was, want wie gaat er nu voor NMB's werken als je kunt kiezen tussen farmacie en de chemie? Maar tijdens het solliciteren ben ik gaan spreken met mijn onkel en die werkte eigenlijk op NMB's. Er was toevallig een job van projectengineering en dat sprak mij wel aan. Het was een goede combinatie tussen theorie als ook de praktijk. Ik ben eerst technicus op de dienst projectengineering. Mijn specialisatie is elektriciteit, dus ik ondersteun engineering, de productie, op elektrisch vlak. Eigenlijk zorgen wij ervoor dat alle voorbereiding voor een productie te starten er is, maar wij leiden ook de mensen op de vloer op, zodat zij weten wat ze dan moeten doen om een bepaalde installatie te installeren. NMB's biedt heel veel mogelijkheden naar jonge mensen toe. Er zijn heel veel kansen, maar dat hangt er allemaal een beetje van je eigen af. ETCS is het eerste grote project waar ik kan meewerken en het is ook natuurlijk een Europees veiligheidssysteem, dus wat er eigenlijk wil voor zorgen dat er binnen de Europese Unie dezelfde veiligheid kan gegarandeerd worden aan onze reizigers. En dat vind ik net zo boeiend omdat het toch een grote impact heeft op onze kwaliteit naar de reizigers toe. Het grote voordeel aan de job is eigenlijk dat je met zo verschillende stilgroepen in aanmerking komt. Ik ben de ene dag bezig met logistieke engineering, dan ben ik bezig met de werf te ondersteunen, schrijnwerk, mechanica, mijn specialiteit elektriciteit. Maar ik kom met zoveel mensen in contact dat ik elke dag wel iets nieuws leer. En dat maakt het wel heel boeiend. Voor mij is een goede dag eigenlijk een onvoorspelbare dag, omdat ik dan veel dingen kan gaan oplossen. Bijvoorbeeld een probleem dat zich voordoet. Dat geeft wel voldoening, want dan heb ik weer iets geleerd en heb ik weer iemand zijn dag goed gemaakt, want die zat met een probleem en ik heb dat opgelost.